Na werken van Harry Mulisch en Gerard van het Rever bespreek ik nu een boek van de derde van de grote drie. Op aanraden van Zoe Noordman lees ik Herinneringen van een Engelbewaarder. Het is van Willem Frederik Hermans. Inderdaad, van Willem Frederik Hermans. In Herinneringen van een Engelbewaarder neemt Hermans ons mee naar 9 mei van 1940. En ja, dat is één dag voordat de nazi's Nederland binnenvallen. We volgen Bert Albrecht, een officier van justitie die zijn Joodse vriendinnetje op het schip heeft geladen en zij gaat naar Amerika. Zij ontvlucht Nederland. Maar alsof deze vluchtende Joodse liefde nog niet genoeg is, laat Hermans zijn hoofdpersoon nog iets meedragen. Hij rijdt namelijk een klein meisje aan en ze is dood. En ze blijkt ook nog Joods te zijn. En wat doet hij met dat meisje? Hij werpt haar in de bosjes. In de hoop dat niemand haar ziet. Natuurlijk is dit vreselijk. En ook onze hoofdpersoon worstelt met zijn daden. Voortdurend denkt hij, moet ik mezelf aangeven? Moet ik mezelf niet aangeven? En dan komt er een nieuw regime. Het Duitse regime komt eraan. En dan denkt hij, oh ja, maar het is een Joods meisje. Dus dan wordt het misschien eerder als een soort heldendaad beschouwd. En hij weet gewoon niet wat hij ermee aan moet. Hij wikt en weegt. En luister ook nog eens naar zijn naam. Bert Albrecht. Albrecht. Het duurde best wel lang voordat ik dit door had. En het interessante en ook het eigenaardige aan dit werk is dat onze hoofdpersoon voortdurend twee stemmen met zich meedraagt. En één daarvan is van zijn beschermengel. Sterker nog, die beschermengel is de eigenlijke ik-figuur van het verhaal. Degene die het verhaal vertelt. Ik was het die het stuur vasthield. Ik was het die het gaspedaal bediende en vaart minderde toen de verlaten klinkerweg begon uit te lopen op de hoofdweg. Vlak bij het kruispunt stond, tegen een betonnen lichtmast, een rood geverfde brievenbus van gietijzer. En behalve de engel hebben we nog een stem, die van de duivel. De duivel? De duivel bestaat niet! Ik kan de stukjes niet meer vinden. Misschien heb ik me gewoon vergist. We hebben dus dit verhaal over die ene man, Bert Albrecht, en zijn verhaal over de liefde, over zijn familie, over wat er in zijn hoofd omgaat. Hij heeft ook nog een of andere rechtszaak over een man die iets geschreven heeft over Hitler. En dat hebben we dus, dat ene singuliere, maar tegelijkertijd breekt de pleuris uit. Oorlog begint. Het is complete chaos. Chaos. En wat het boek ontzettend knap laat zien, is hoe er complete misinformatie is. Iedereen in het boek, echt ieder personage, roept iets anders over de stand van zaken van de oorlog. Dan denken ze weer, we zijn aan het winnen, we hebben 200 Duitse bommenwerpers afgeschoten. En dan lijkt het weer hopeloos. En het ene moment denken ze dit, dan denken ze weer dat. Niemand weet iets. En ook nog de radio van onze hoofdpersoon, die trouwens echt het halve boek in de auto zit, die doet het nooit. Chaos, misinformatie en als lezer. Ja goed, hè? Je kent de geschiedenis, dus je weet hoe het afloopt. 5 dagen duurde het. Maar die 5 dagen, ze weten het niet. Maar af en toe is het ook gewoon rustig. En dan hebben ze gesprekken over communisme, over het fascisme, over kunst. Zo maakt de broer van Bert graag abstracte kunst. Jammer, mijn pen doet het niet. Zo maakt de broer van Bert graag abstracte kunst. Goed, je ziet hoe moeilijk dat nog kan zijn. Maar ja, het is wel oorlog. En Hermans laat je dat niet al te lang vergeten. Nergens in de omgeving was een spoor van oorlog, brand of geweld. Maar in de verte bleven de vliegtuigen ronken. Met een geluid alsof het hele al in tweeën werd gezaagd. Mimi pakte hem de kijker af, maar kon hem niet aan haar ogen brengen, omdat Erik eerst het halmsriempje over zijn hoofd moest halen. Ja, we hebben het hier dus over de oorlog, over een bombardement, over het bombardement. Wil kijken, en dan zit dat, die kijker, die verre kijker, die zit nog om de hals. Ja, hoe die durft op dat ene moment even terug te grijpen naar zoiets praktisch, naar zoiets ongemakkelijks. Naar het praktische ongemak. En dan gaan we weer verder. Het dreunen bleef doorgaan.
Mimi stelde de kijker in. Het dak trilt, zei Albrecht. Ik voel het niet. Dat moet verbeelding zijn. Is het soms ook verbeelding als ik zeg dat de horizon daar zwart wordt? Mimi mompelde. Dat zie ik in de kijker. Meer niet? Nee. Welke richting is het eigenlijk uit? Daar, vroeg Albrecht. En ten overvloede stak hij zijn hand uit in de richting die hij bedoelde. Rotterdam. Ja, we hebben het hier over Rotterdam. Mijn Rotterdam, de stad waar ik woon. Maar ook de stad waar mijn oma toen woonde. En wat doen ze in het boek? En wat zullen ze ook in het echt gedaan hebben? Ze stappen in de auto, op de fiets, wandelen. Ze gaan er naartoe om te kijken wat er is gebeurd. Ramptoerisme. Tegelijkertijd lopen er allemaal mensen uit Rotterdam met wasmachines in hun armen. En ze ploffen neer op de gras, want ze kunnen niet verder lopen. Ook dit wordt eigenlijk akelig cool beschreven in het boek. Ja, wat Hermans dus doet, is de mensen daar, hè, de Nederlanders, hij verheerlijkt ze niet. Maar hij maakt ze ook niet per se belachelijk. Hij laat gewoon zien hoe het was. Mensen, gewoon als mensen, als imperfecte wezens, met domme verlangens, domme belangen, die gewoon maar dingen doen. En in de omstandigheden van zo'n beginnende oorlog krijg je dus dit. En ja, als je mij dan vraagt, moet ik dit lezen? Ja, wat dit boek heel goed doet, is laten zien hoe alles aan elkaar verbonden is. Het aanrijden van het meisje, dat verhullen, het lijk in de bosjes gooien. Alles komt terug. Alles heeft consequenties. Maar ik heb ook mijn twijfels. Het klinkt misschien een beetje onliterair wat ik ga zeggen, maar het voelde heel erg op een afstand. Ik werd niet echt geraakt door het boek. Het is heel erg toch een beetje beschouwend. En misschien komt het wel door wat ik vorige week gelezen heb. Vallen is als vliegen van Manon Uphoff, wat af en toe gewoon een klap uitdeelt, waarvan ik een beetje duizelig op de bank zat. Ja, dat maakt ook echt, echt indruk. En dan voelde dit, misschien op die manier, misschien ook in die vergelijking, in deze volgorde van het lezen, toch een beetje flauwtjes. Nee. Zeg gewoon dat het ruk is, want het is ruk. Een boek over een engel, over God. Ach, dat kan toch niet meer. Kan niet meer. En het is niet eens metaforisch bedoeld, hè? Echt over een engel en over God. Wie gelooft daar nou nog in? Luister niet naar hem. Nee, luister niet. Natuurlijk is de engel ook een metafoor. Onzin. Jawel. Niet. Wel. Nee. Niet. Wel. Scheveningen. En volgende week bespreek ik... Welkom in het Rijk, de zieken van Anna Barefoot. Ja, het is leuk gekanteld, maar het boek leest wel gewoon rechtop. En ik heb al gezien dat je als lezer wordt aangesproken in de je-vorm. Let op, dit is de eerste zin. Je bent 13 jaar en je weet nog niet dat je maar één van de twee wiskundeboeken die je bij je draagt nodig hebt vandaag. Het gaat over het leven met koortsvermoeidheidssyndroom. Inderdaad, een naam waar je alleen al vermoeid van wordt. Maar ik denk wel een heel belangrijk onderwerp. Chronische ziekte, een onderwerp wat niet heel veel wordt behandeld in de literatuur. Sterker nog, ik heb er nog nooit echt iets over gelezen. Ik ben benieuwd. Dus abonneer je en tot volgende week.